Yo Nintendo fans, welkom bij misschien wel de laatste aflevering van Mario Galaxy. We moeten nog 2 sterren en dan kunnen we Princess Peach gaan redden. Hier in de Dusty Dune Galaxy moeten we er sowieso nog 2. Dus laten we deze 2 gaan pakken. We moeten ons een weg banen door het zand. Wow, dit is gewoon een zand Mario Kart level of zo. Wow, we zijn weer in de oase hoor jongens. Eens even kijken waar we naartoe moeten. We moeten denk ik gewoon hier naartoe en dan... Dan moeten we hier iedereen, denk ik, verslaan. Hou. Wel even rustig doen, want ik wil heel vaak te snel mijn spin attack doen. Maar mijn spin attack, die moet je natuurlijk even laten opladen af en toe. Oké, nog een enemy. Hallo. Oh, oké. Hoppa. En hoppa. En nog een keer. Top. En dan zijn hoofd nog. Oh, zijn hoofd rent weg. Hoofd, stop met wegrennen. Ja, dag. Ja, lekker dit. Moet ik dit weer opnieuw gaan doen? Ik eis wel een muntje straks van jou trouwens. Nog een keer. En nu zijn hoofd. Hoofd is echt irritant. Pak hem. Ja, top. Geen muntje? Potverdorie. Oké, en door. Hopelijk ligt hier wel een muntje. We zijn gewoon even gesloopt door die enemy, jongen. Kijk, top. 2 muntjes zelfs. Lekker. 1 muntje. En hier de andere. En dan moeten we zo weer even op gaan passen voor die rollycollies daar zo. Oké, we moeten achter deze rollycollie aan. Ik kan toch gewoon gelijk zo gaan? Ja, top. Zie je? Dat was helemaal niet zo moeilijk. Nice. Oh, maar daar lag wel een dingetje die we goed konden gebruiken. Een paddenstoel. Oh, oké. En we worden ook gewoon keihard teruggestuurd nu. Nu kunnen we hierop springen. En dan kan ik gewoon hieronder gaan lopen, toch? Oh, ja. En dan naar links rennen. Als het goed is, komen we straks vanzelf bij een paddenstoel uit. Of zat hij hier onderop? Zat hij onderop dit planeetje? Rennen, Mario. En... Nee? Zat hij niet hier? Ja, hij zat wel hier. Kijk, hoppa. Deze zocht ik. Oké, en weer terug. En dan gaan we even weer hierin. Zo, hoppakee, worden we weer teruggeschoten. Daar in het midden zat ook iets trouwens. Misschien moet ik toch nog even nog een keer daar gaan kijken. Eventjes hier naar het midden springen. Nee, oh, wat zit daaronder? Ja, daar zit een ster onder. Ik denk al... Nee, die ster hebben we niet per se nodig, denk ik. Oké, hoeveel starbits wil je hebben? Hoeveel heb je er nodig? 20. Nou, 20 heb ik denk ik wel. Ja, ik heb er 31, dus dit komt helemaal goed uit. Alsjeblieft, eet smakelijk, bolle Jan. Transform! Een nieuw planeet is geboren. Wow, de zieke piramideplaneetjes. Oké, cool. Laten we gaan. Wee! En oké, belanden gelijk denk ik in een buisie. Ja, met heel veel muntjes. Oh, is hier gewoon een geheime ster? Oh, dit is zo'n zilveren ster. We moeten nu dus zilveren sterretjes weer gaan zoeken. Ik heb iets aangezet. Ja, er is hier drijfzand. Ik hoop dat ik de goede weg heb gekozen. Als ik niet de goede weg heb gekozen, dan zijn we nu keihard de sjaak, jongens. Ik heb hier wel de tweede zilveren ster, dus dat is blijkbaar goed gekozen. Hier is de derde trouwens. Nice. We moeten er nu nog 2 verzamelen. En hier is er sowieso 1. Dus nu moeten we er nog eentje. Ik denk dat die ergens hier aan deze kant moet zijn. Hier is die. Ja, nummer 5. Lekker. Helemaal toppie. En dan kunnen we hier ook weer uit, denk ik. Ah, daar is een groene ster. Ah, nice. Alleen, hoe komen we daar? Ik dan nu salto maken en dan... Ja, oké. Lekker. Groene ster. Nog 1 te gaan. En dan gaan we Princess Peach redden. Althans, dat hoop ik. Misschien moeten we eerst wel iets heel anders doen. Ben je benieuwd hoe dit afloopt, jongens? Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer sowieso, hè, voor meer Nintendo-video's. Niet vergeten te abonneren, jongens. Oké, nou kan ik nog een keer naar Dusty Dune Galaxy. Blijkbaar heb ik daar een verborgen ster gepakt. Maar we kunnen ook naar de Gusty Garden Galaxy. Laat ik daar naartoe gaan. Dit klinkt leuk. Oh, dit wordt gewoon de laatste. Gusty Gardens Gravity Scramble. Oftewel, we moeten hier ook weer met de zwaartekracht rekening gaan houden. En dit ziet eruit als een hele hoop kleine mini-planeetjes. Ah, nu moeten we weer gaan zweven, hè? Kijk, dan moet ik deze pakken. En door middel van 3 keer te zweven, kom ik hoger. Zo, 1. En dan... Hoppakee, nummer 2. En dan moet ik me een klein beetje laten vallen. En dan kan ik hier voor de 3e keer zweven. En dan mis ik net het muntje. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Nou, dan gaan we Piet maar even nakken. Woehoe! Monty Mol. Hoppakee, ook genakt. Pietje, hoppakee, dikke doei. En door, richting de ster. Oh, of je mist de ster. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval deze starbits nog pakken. Dit deed ik expres, jongens. Jullie zagen het, hè? Dit deed ik helemaal expres. Go, 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 go. Door naar de rupsplaneet. Hier moeten we even onze weg zien te vinden. Zo, en dan hier naartoe. Gewoon even achter de rollycolly aan. Dan kunnen we nu hier doorheen.
Yes. En... Oh, wow, een gouden chain chomp. Kunnen we daar iets mee of niet? Kan ik die... Nee, daar kan ik niks mee. Wat moet ik daarmee? Die was heel tof. Shiny chain chomp, jongens. Nice. Oké, ik denk dat dit een lastig ding wordt. Wat moeten we hier precies doen? Oh, we moeten hier sowieso eventjes... Ja, oh, oké, okay. Ja. Ja. Top, oké, okay. Ik heb hier nummer 1. Zitten hier toevallig muntjes in? Ja, top, hier zitten muntjes in. Dan moet ik nu hier naar beneden, want daar beneden is namelijk nummer 2. Moet ik even in die paal springen, denk ik, zo. En dan door. Auw! Dat was niet chill. En dan denk ik dat ik nu die kant op moet springen. Ja, en dan weer terug in deze paal. Even kijken, misschien is hieronder ook wel eentje. Ja, toch, hè? I knew it! Hoppakee. Even wat muntjes erbij. Altijd fijn. In deze paal springen. Door naar de volgende paal. Kunnen we hier waarschijnlijk ook weer 1 muntje uithalen. Top. Hier omhoog. Door naar de volgende. Hier zit er nog eentje. Kijk, die zweefde daar aan de zijkant. Kunnen we in deze paal springen. En dan hangen we inderdaad aan de goede kant. En dan hoppakee. En door. Pak de ster. En daar gaan we. Op naar de laatste Power Star, jongens. Ik ga hier even het bord lezen. Kijk uit. Pas op waar je je voet neerzet. Oké. Ja. Even een uppie pakken. Oh. Huh? Ik weet nog niet waarom er precies gevaar was, maar... Het gaat tot nu toe... Oh, hierom dus. Oké. Laten we maar gewoon hier naar boven gaan. Oké. Het gaat nog allemaal redelijk. Ik moet hier denk ik heel even wachten. Oh, kan ik hier op? En dan een saltootje maken? En dan... En dan goed sturen? Ja, maar eigenlijk wil ik die power-up wel hebben trouwens. Als ik nu hier spring, hè? En dan... Ja, nice! Lekker! Oké, en door. En door. Ja, super. Hoppakee. Goombaatjes nakken. Ligt hier boven iets? Oh, waarom doe ik dit? Oh, dit is zo dom. Dit had ik kunnen weten. Oké, gewoon een kwestie van deze pakken. Ja, dit is helemaal niet zo moeilijk. Maar ik moet gewoon niet naar boven lopen. Ik moet gewoon hier gewoon dit ding... Hoppakee, omzetten, die schakelaar. En door. Alleen, waar gaan we dan nu naartoe? Gaan we hier naartoe? Ik denk niet dat we hier naartoe moeten. Nee, nee. Ik denk namelijk dat ik deze schakelaar om moet zetten. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Oh, wacht. Oh. Oké, okay, go. Nice. En nu? Waar moet ik nu naartoe? Ik moet denk ik naar rechts lopen. Auw. Die kanonskogels zijn hier echt met veel te veel. Oké, okay, even hier wachten. Dan nu een saltootje maken. Een beter saltootje maken. Nog een iets beter saltootje maken. En jump. En we hebben de ster. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Nummertje 60. Hier is die. Nummer 60. De 60ste ster. Ik ben benieuwd. We gaan nu officieel Peach zoeken. Hoppakee. Daar is die. En ik ben heel benieuwd wat Rosalina nu gaat zeggen. We hebben in ieder geval een nieuwe galaxy. Het Comet Observatorium heeft zijn volledige kracht. Nu kunnen we weer door de kosmos gaan vliegen. Ja. Het is tijd. Wil je naar de locatie van jouw Special One? In het centrum van het universum. Ja, man. Ja. Natuurlijk wil ik dat, Rosalina. Hier hebben we al die tijd op gewacht. Laten we het doen. Rosalina heeft de geheime kracht. Naar het puntje. Nou, niet naar het puntje. Nee, dat gaat gewoon echt keihard de universe in. Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan naar het centrum van het universum. What? What? Wat vet. Een of andere super spaceship, jongen. Heel nice. Kijk ons gaan, man. Daar is Peach. Daar is ze. Centrum van het universum. En ja, en Bowser moet daar ook natuurlijk zijn. Oh! Oh! We slopen al die battleships. Die hebben geen enkel probleem. Die vormen geen enkel probleem. Rosalina is een of andere superster. Er is een warpfield in het kasteel. Go! Ze zijn daar binnen. Snel! Oké, Rosalina. Daar gaan we. Ja! Het kasteel! Kijk hem rennen! Over de brug die Peach voor ons maakt. Wat vet. Wat ontzettend cool.
Peach, ik kom er aan. Bowser's Galaxy Reactor. En het lot van het universum level gaan we nu spelen. Yes! Ik heb er zin in. Nogmaals, ik heb deze game nog nooit gespeeld, dus ik weet niet wat er gaat komen. En ik ben hyped. Ik heb er zin in. Ik denk dat we hierin moeten blijven staan. Anders verandert de zwaartekracht. Oh, oké. We hoeven daar dus niet per se in te blijven staan. Maar als we daar wel in gaan staan, dan maken we connectie met die muur. Kijk, zo. Dus dan moeten we hier naartoe. En dan kunnen we hier er misschien uitspringen. Of niet. We kunnen ook gelijk in één keer door. Kunnen we eventueel dit uppie proberen te pakken. Yes, oké. En dan kunnen we ook hier weer door. En nou kunnen we hier dus weer afspringen. Top. Hoi, Drybones. Hallo. Super cool. Op deze manier beklimmen we gewoon de toren, het kasteel van Bowser. Want ja, het is nu even niet van Peach, want ik zie overal Bowser-blokjes, Bowser-statues. Oh, oeps. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oké, go Mario! What? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier allemaal? Oké, daar zie ik een muntje. Ik moet even voor dat muntje gaan, jongens. Yes, lekker. En door. Springen. Oef, ik sprong bijna in de lava. En ik spring nu helemaal in de lava. Oh. Yes. Oké. Waaah! Al die blokjes die gaan... Oh shit, ik word ook keihard geschoten nu door het lava. Nee! Nee! Het is zo moeilijk om Mario te controleren op het moment dat hij dus in de lava zit. Want dan gaat hij gek lopen rennen en zo. Dat moet hij ook gewoon niet doen. Oké, Mario, kom op. Kom op. Bowser's kasteel heeft geen geheimen voor ons. Wij kunnen dit. Je bent al zo vaak in Bowser's universum, in Bowser's wereld, in Bowser's leven geweest. Je kan dit. Dit springt een beetje moeilijk. Kom op. Lekker. Oké. Hier waren we net niet. Dus dat is top. We zijn alweer verder dan daarnet. Oké. Het ijselement komt ook naar voren. We moeten dit blijkbaar snel doen. Want anders donderen we er vanaf. Dat is natuurlijk even niet de bedoeling. We kunnen hier gelijk naar links. Zo. Hoppakee. We laten die uppies lekker zitten. Want die uppies die hebben we niet keihard nodig, denk ik zo. We gaan gewoon hier naar boven. En nog verder naar boven. En nog verder naar boven. Yes. Oké. Het volgende stukje. Oh. Niet te ver springen, Mario. Ja, dit kennen we van Fall Guys. Dit is mijn favoriete level in Fall Guys. Die rolblok ding. Dus dit moeten we kunnen. We zijn alweer verder. Oké. Focus. Ontwijk die lava dingen. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Dit gaat super zelfs. Juist. Lekker, hoppakee. In één keer dit stukje. Starbitjes pakken. Lekker. En nu? Wat is dit? Hier worden blokken voor ons neergezet. En nu moeten we even walljumpen. Gaan die blokken ook weer weg? Die blokken gaan ook weg. Dus we moeten dit toch wel enigszins snel doen, denk ik. Oh, nu zitten we op zijn kop. What? Nee! Ik wachtte te lang. Ik dacht het al. Go. Nee, hij raakt me nog een keer. Echt net. Niet te hard rennen, Mario. Poging 3. Oké, ik pak gewoon weer dit uppie. Want als we dan een leven kwijtraken, dan maakt het niet zo heel erg veel uit. Oké, hier moeten we even wachten. Nu moeten we doorlopen. Dit moet even snel. Ja, top. En oké, daar gaan we. Ja. Lekker. Top. Oké, poging 3 hebben we het gehaald. Ja, Rosalina helpt ons gewoon met die galaxy-achtige beams. Oké, die zag ik even niet aankomen. Ik ben gelijk 2 van mijn levens kwijt. Die kan ik hier wel weer terugwinnen onder deze twomp. Lekker. Hier gaan ongetwijfeld nog meer bullet bills mijn kant op gevuurd worden. Ja hoor. Hoe ga ik ooit die bullet bills ontwijken? Dit is ook een lastig stukje. Want hier komen die bullet bills op je afgeschoten. Hè? Oh, kijk. We kunnen wel achter de blok van Bowser schuilen. Dat is wel top. Ja, misschien moeten we die Bowser blocks gebruiken. Zijn in het volgende stuk ook Bowser blocks? Ja, kijk. Hier zijn ook Bowser blocks. Maar ja, die staan veel te ver naar achter, joh. Ik moet ze gewoon misleiden. Ja, lekker. Lekker, Mario. Top. Lekker. Heerlijk gedaan. Oké, volgende stukje. Oh, hier hebben we echt een giga bullet bill. Maar die gaat gewoon volgens mij alleen maar één kant op. Daar moesten we gewoon even op wachten. En dan kunnen we gewoon hier door. Ja, nice. Oké. En door. Ja, dit gaat oké. Spring. Hier weer een grote bullet bill. Die kunnen we makkelijker ontwijken. Daar heb ik minder moeite mee dan die kleine bullet bills. Want kijk, dit bedoel ik dus. Go. No. Kom op. Haal het, Mario. Pakken. Ja. Oh, muntje. Nog een muntje voor de zekerheid.
Pak nog een muntje voor de zekerheid. Lekker. Oké, go, go, go. We moeten nu rennen, Mario. Je moet nu rennen. Lekker. Oké. Lastig stukje. Daar is Bowser. Daar staat hij. De mafklapper. En Bowser Jr. is er ook weer. En Peach is daar. Ja! Looking for Princess Peach. Too bad, cause she is with me. Maar ik ga haar van jou stelen, Bowser Jr. Ik ga haar keihard van jou stelen. Yo, Peach! Ik kom eraan. Wat gaan ze doen? Ze zijn gewoon samen, Bowser en Bowser Jr. Ik ben benieuwd of ze me rustig die paddenstoel daar laten pakken. Waarschijnlijk niet. Nee, kijk maar. Bowser Jr. gaat al los met zijn gehaktballen. Oké, gehaktballen die vormen niet zo'n heel groot... Oh, of misschien wel een heel groot probleem. Want die gehaktballen die slopen alle platformpies. Oké, dat uppie die laat ik wel even zitten. Daar heb ik geen tijd meer voor. Bowser! Hier ben ik, vriend. Hier ben ik. Let's go. Let's freaking do this. Wat gaan we doen dan? Bowser zegt, eindelijk. Je bent hier net op tijd gekomen. Zodat jij de creatie van mijn galaxy kan aanschouwen in het centrum van het universum. Kijk. En huil. Hey, je laat Peach met rust, hè? Je kan alles doen, maar je laat Peach met rust. Vanaf deze galaxy zal ik samen met Peach gaan regeren. En dit zal voor altijd duren. Ik ga regeren over elk zielig uithoekje in het universum. Dus Mario, je kan het wel zien. Ik heb grote plannen. En jouw platstampen, dat staat bovenaan mijn lijstje. Daar gaan we. Wat ga je allemaal doen, vriend? Oké, je begint weer met springen. Oké, top. En dan? Nu ben je een of andere steenbal. Wat moet ik waarschijnlijk gewoon op jouw hoofd doen, hè? Hoppakee, lekker. Hoppa, en nog een keer, lekker. Oké, top. Goed bezig, Mario. Nu moet je even weer zijn sprongetjes zien te ontsnappen, ontwijken. En dan ga je dat nog een keer doen. Oké, Bowser. Oh, ik kan niet goed zien waar die komt met zijn hoofd. Ik denk hier. Ja, lekker, top. Oké. Waar komt hij uit? Hier komt hij uit. Lekker. Nog een keer. Ja! Nice! Oké, en door naar het volgende stukje. Heerlijk dit. Oké, nu moet ik waarschijnlijk gebruik gaan maken... Ik moet waarschijnlijk op blijven letten. Plus ik moet gebruik gaan maken van die groene bollen, denk ik. Kijk, hij is inderdaad een of andere spijkervorm heeft hij nu. Kom op. Ja, ik moet die waarschijnlijk tegen hem aanschieten. En dat is lastiger dan je zou denken. Deze is raak. Die is keihard raak. Lekker. Heel goed gedaan. Ja, die was top. Oké. Hoppakee. Nice. Ook dat moeten we waarschijnlijk nog een keertje gaan doen. Ja, kijk. Fire. Oké, net ontweken. Dus deze... ik kon die niet gebruiken, want hij is er overheen aan het gaan. Hij ging er overheen en toen kon ik hem niet meer gebruiken. Deze kan ik wel gebruiken. Die is raak. Die is keihard raak. Lekker. Oké, waar komt Bowser? Hier komt Bowsertje. Hoppakee, nu komt hij hier ergens. Nee! Kom op, Mario. Lekker. Oké. Door naar fase 3. En ik heb nog mijn 6 levens. Dit is super chill. Ik weet niet wat voor ultieme dingen die nu gaat doen. Deze kennen we ook. Je moet ervoor zorgen dat hij op die blauwe dingen springt. Oké. Je gaat er eerst even draaien. Ja, hier kan ik vrij weinig aan doen, ben ik bang. Aan deze draaifase. Spring maar. Spring maar daar bovenop. Toppie. Lekker bezig, Bowser. Nu moet ik zijn staart pakken. Hoppakee, lekker tegen zijn staart aan. Want zijn staart stond in de hands. Hoppa, nice. Pak aan, Bowser. Lekker, man. Ja, waarschijnlijk wordt hij nu helemaal lauw. Ja, kijk, superveel vuurballen. Die kunnen we op zich wel ontwijken. Top. Wat ga je nu doen? Nu ga je even springen. Je gaat super vaak springen zelf. Top. Oké, ontweken. Nu. Hij heeft me niet geraakt. Ik weet niet hoe hij mij niet raakte. Hij heeft me weer niet geraakt. Lekker. Oké, spring anders nu even hierop. Top. Kom maar. Lekker. Oké, waar is die? Hij gaat daar naartoe. Boom. Nice. Nog een keer raken. Boom. Nice. Nu gaat hij daar naartoe. Nee. Hij raakt me weer. Hij is super snel. Pak hem. Nee. Pak hem. Ja, lekker. En dit is hem. Dit is de genadeklap aan Bowser. En Bowser goes into the lava. Althans, ja? Dit is pijnlijk voor Bowser. Bowser gaat gewoon kaart in de lava. maar ik weet niet. Maar Bowser Jr. is er nog, hè? Ik weet niet waar Bowser Jr. is, maar Bowser Jr. is er nog. We hebben blijkbaar wel een
geniale ster te pakken nu. Deze Grand Star is ook voor ons. Pak hem maar. Maar waar is Peach? En waar is Bowser Jr.? Waar zijn ze gebleven, die twee? Want we hebben deze Grand Star nou wel. Maar hé, Peach is nog niet gered. Bowser is weg, maar Bowser Jr. nog niet. Oké, daar gaan we, jongens, met onze Grand Star. Daar gaan we. Richting Bowser Jr.'s airship. Nee! Die heeft Peach gewoon eraf gegooid. Ja! Lekker! We hebben Peach gered. En Bowser Jr. vloog langs ons alsof het niks was. Oh, kijk ons samen zweven dan. Kijk ons samen vliegen door die galaxy. Wat vet. Nou, daar zijn we, Peach. Daar zijn we. Heel die planeet ontploft. Met Bowser erin, volgens mij. Of zat hij op die andere planeet? Oh, het gaat in ieder geval niet zo goed met deze planeet. Dat weet ik wel. Wat gaat hier gebeuren? Ja, het is nog niet afgelopen. Ik heb het gevoel alsof het nog niet afgelopen is. Kijk dan! Nee joh, hij is er gewoon nog. Hij leeft nog. Oh nee. Oh, wat gaat hij nu doen? Hij gaat sowieso proberen om Peach weer te stelen van ons. Oh, de eindkreet van Bowser. Hij wordt helemaal gek, jongens. Hij zegt, nee, mijn galaxy, mijn empire, dit kan niet waar zijn. Oh, toch wel. Het is toch waar. Het is toch waar, Bowser. Beam. Ja, daar ga je, vriend. Ja, ik zie al helemaal voor me dat Bowser alsnog evolueert in een of andere Super Bowser of zo. Ja, dit bedoel ik. Dit gaat helemaal niet goed. Oh, Rosalina. Waar ben je? Wat? Wat gebeurt er precies? Oh, nee. Oh, die Luma. Help me, Luma. Help me. Wat ga je doen? Al die Luma's. Al die Luma's gaan naar de center of the universe. Al die Luma's helpen ons, hè. Ja, hoor. Gaan die Luma's dit gat dichten en zo? Ah, die Luma's zijn zo cool. Zo vet. Ik heb geen flauw idee wat hier allemaal gebeurt, jongens. Een of andere tornado in de galaxy. Ja, ik denk dat Bowser gewoon nog voor een nieuwe fase komt. Ik ben er echt bang voor. Of fixen de Luma's dit. Wow, wat is er met Rosalina gebeurd? Rosalina zegt, hoor je die babysterren? Dit zijn kleine baby's en die groeien op om ooit galaxies te worden. Als sterren doodgaan, dan worden ze sterrenstof. En dan verspreiden ze zich over de hele kosmos. En die sterrenstof, dat wordt weer een nieuwe ster. En dat is de cirkel van het leven hier in de galaxy. Maar die cyclus, die gaat nooit helemaal hetzelfde. Het is elke keer een andere cyclus. Dus ja, begrijp je, zegt Rosalina. Ja, ik denk dat ik het wel begrijp. Oh, ja hoor. Het kasteel. Is het kasteel weer heel? Ja, hè? Mario heeft een vlindertje op zijn hoed. We hebben de galaxy gered en het kasteel van Peach staat weer op de plek waar het hoort. Ja hoor. Guppy was ook van de partij. Nice, Guppy die sprong er even het water uit. Heel cool. Ja hoor. Ja hoor. Hé. Hey. En zie ik daar... Ik zie daar Bowser Jr. dansen. Is Bowser Jr. gewoon blij? Waarom is Bowser Jr. blij? Dat was een beetje gek. Petey Piranha, de dinosaurusversie, is er ook weer. Oh, en daar is Bowser. En Peach. Oké, wat gaat hier gebeuren? Bowser. Waarom ben je hier? Wat is je plan? Ga je nu gewoon chillen? Ga je nu gewoon even aardig doen voor ons? Ja, Bowser. Doe aardig. Mario heeft je gered en alle Luma's die hebben je gered. Yes. Rosalina. Al het nieuwe leven. Oh. En Mario snapt het nu. Het is gewoon een nieuw leven. Ja. We hebben eigenlijk het leven soort van gered. Kijk hier, al die galaxies. Super cool. Dit was hem, jongens. Super Mario Galaxy. Ah, kijk, er is nog een nieuw hoofdstuk.
in de storybook. En er is een paarse komeet. Wat? Rosalina zegt, welkom terug. Ik wist dat je terug zou komen. Kijk even beneden, onder je voeten. Ja, wat staat er? Huh, 59? Oh, je hebt zoveel powerstars nodig om toegang te krijgen tot een andere wereld. Willen jullie dat ik dit ga doen? Laat het weten in reacties. Want ik weet niet zeker of ik dit ga doen, maar als jullie het willen, dan wil ik er misschien wel naar kijken. In hoofdstuk 8 gaat het over de wens. Normaal gesproken was het meisje heel erg opgewekt. Maar het meisje werd heel verdrietig. En de Luma kwam heel dichtbij en die zei, mama, je hebt mij nog. En wees niet verdrietig over je moeder, want zij is nu een deel van jou. En dat betekent dat ze altijd dichtbij je is. Het is net als ik. Ik hou van Starbits. Omdat ze me herinneren aan mijn moeder. En de meisje zei, nee. Luma zei, ik heb een idee. Ik zal in een komeet veranderen. En die komeet kan jou dragen op je avontuur. De Luma ging keihard omhoog. En weer naar beneden. Kaboom, kablam. De grond trilde, er kwam een fel licht uit de krater. Het licht ging samen en die vormde het spoor van een komeet. En de Luma is dus op die manier herboren als een komeet. En het meisje kon de ogen niet geloven. Het meisje zei, maar hoe? Hoe? En de Luma's die zeiden, ja, ons lot als Luma's is om te veranderen in verschillende dingen. Sterren, kometen, planeten, we kunnen dit allemaal worden. En als ik groot word, dan wil ik een ster worden die iemand in het bijzonder laat lachen, zei de groene Luma. En de blauwe Luma zei, nou, dit is echt een schattige komeet geworden, hè? En alle Luma's zeiden met elkaar, niet meer huilen, moeder. En de meisje zei, dankjewel. En ze knuffelden alle Luma's. En vanaf die dag vielen er geen Starbits, oftewel tranen meer, uit de ogen van het meisje. En die komeet ging keihard door de galaxy richting de thuisplaneet van het meisje. En dit is het laatste hoofdstuk en dat gaat over familie. Met heel veel Luma's en telescopen was het een hele bijzondere komeet waar dit meisje op leefde. En de meisje en de Luma's waren er trots op om dit thuis te noemen. Er kwam een nieuwe Luma en daar vierden ze een feestje voor. En iedereen was in de keuken en toen zei ze, oké, iedereen, laten we een cake gaan bakken. Een cake met Starbits erop. Dan wordt het een starcake. Een sterrencake. En de Luma's waren super enthousiast en gingen helpen om de ingrediënten te fixen. Het meisje dacht, nou, dit is mijn nieuwe familie. De Luma's zijn mijn nieuwe familie. Maar soms moeten ze er gewoon vandoor. Dan zijn ze klaar om te vertrekken. En dat zal ik dan maar ondergaan met een lach op mijn gezicht. Want ja, dat is wat een moeder gewoon blij maakt. Die nacht, terwijl het meisje in slaap viel, zag ze een klein blauw licht dat haar herinnerde aan de blauwe planeet die ze haar thuis noemde. En ze zei, ja, het zou zo nice zijn om elke 100 jaar terug te kunnen gaan naar die planeet. De komeet ging door en het meisje reist nog steeds elke dag. En met meer familieleden komt de komeet iedere 100 jaar even langs bij het meisje. En dat is het dan. Dat is het einde. Het einde van het verhaal in Super Mario Galaxy. Vonden jullie dit nou een leuk avontuurtje? Doe die blauwe duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer Nintendo games. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Dit was super vet. Mario Galaxy is echt een mooi spelletje. Mazzel!